Nou, we hebben net een modeshow gedaan, een catwalk. En we zijn nog even het bos in geweest, een klein bosritje gedaan. We doen ook koetsenrijden hier en paardrijden. Er is dus van alles te doen op de manege. Een en al gezelligheid. De kinderen aaien bijvoorbeeld paarden en helpen natuurlijk ook mee met het schoonhouden van de manege. En dat bevalt ze wel. Ja, ik vind het ook wel leuk bij je ponykamp en zo. Ja, ik vind het leukste altijd op paarden rijden en met de koets en zo. Ja, dus dat. Zijn de paarden ook een beetje lief? Ja, ja. Zeker. Stichting CAP is de organisator van dit alles. Zij vinden het belangrijk dat er iets gedaan wordt voor deze kinderen, zodat ze een aantal leuke dagen voor de boeg hebben. Stichting CAP is Centra voor Aangepast Paardrijden. En wij geven mensen met en zonder beperking paardrijles. En we organiseren nu de meifeesten. We hebben huifbedrijden en dagbesteding, koetsritten. En dat is op de andere locatie op de Winkelsteeg. Nou, wij willen heel graag kinderen met en zonder beperking een beetje met elkaar laten integreren. En een leuke activiteit te bieden in de vakantie. Dus ponykamp, het is een beetje een ponykamp idee. Maar dan zonder het slapen, want dat wordt wel een beetje heel ingewikkeld hier. En vandaar de meifeesten of soms doen we de zomerfeesten. En kinderen met en zonder beperking kunnen samen hier van de paarden genieten. De manege ligt aan de rand van Nijmegen. Erg mooi tussen het groen dus. De stichting zelf is zeer tevreden met deze locatie. Nou, dit is een hele mooie accommodatie. We hebben hier de paarden, de bossen, rustruimte, cavia's, kleine dieren hebben ook. En het is een hele lekkere, rustige omgeving, vooral in de vakantie. Paarden. De stichting organiseert dit met veel plezier. En als het aan hun ligt, is dit zeker niet het laatste jaar dat ze dit organiseren. Ja, als er genoeg animo is, willen we dat graag organiseren. Ja, het is superleuk. Je bent lekker buiten met de paarden bezig. En hartstikke gezellig met de kids. Dus iedereen mag meedoen.